Welkom bij onze serie over Dominion. Dit is deel 1 over het basisspel. Dominion is een van de spellen die wij het allerlangst in de kast hebben staan. En dat kan je ook wel zien. Ja, dit is de oude versie. Mocht je nou op onze site kijken en denken, ik zie deze versie niet staan. Het basisspel ziet er ondertussen wat anders uit, maar het plezier is hetzelfde gebleven. En het spel is verder ook helemaal hetzelfde. Dus we gaan het lekker uitleggen aan de hand van deze oude versie. Kunnen jullie gelijk zien hoeveel we dat gespeeld hebben. In de basis, Dominion is een deckbuilder. En een deckbuilder betekent dat je een stapel hebt met kaarten. Iedereen heeft zijn eigen stapel. Die bestaat uit een aantal standaard basiskaarten. In het geval van Dominion zijn het kaarten met geld en overwinningskaarten. En van dat deck ga je steeds 5 kaarten pakken waar je alle acties mee uit gaat voeren. Dan leg je al je kaarten af, je pakt weer 5 nieuwe kaarten, dan ga je weer al je acties uitvoeren. Als al je kaarten op zijn, dan schud je je aflegstapel tot een nieuwe trekstapel. Wat je gaat doen tijdens het uitvoeren van die acties is nieuwe kaarten kopen, dat is heel belangrijk. Kaarten met meer geld, kaarten met betere acties. En je gaat overwinningspunten kopen. En overwinningspunten, die leiden je uiteindelijk naar de overwinning. Daar zijn ze tenslotte voor. Maar als je die al heel snel koopt, blijf je die voorbij laten komen in jouw deck. En je hebt er helemaal geen fluit aan. Dus als jij al heel snel overwinningskaarten koopt, dan heb je misschien al wel vast punten gespaard, maar je hebt ze de hele tijd in je handen en daar heb je dus niks aan. Dus bij een deckbuilder en zeker bij Dominion is het elke keer de vraag, wanneer ga je als het ware over op de overwinningspunten? Welke kaart ga je kopen? Ga je toch voor meer geld, zodat je de beurt daarna weer betere kaarten kan kopen? Of ga je voor die ene goede actie, die is wel een beetje duur, probeer je het voor elkaar te krijgen om zelfs meerdere kaarten in één keer aan te schaffen? Ga je voor een pestkaart om je tegenstanders een beetje te irriteren en om die een beetje tegen te houden? Dat en alles kan in Dominion, dat is het leuke eraan. Precies, dus laten we kijken naar zo'n standaard opstelling. We hebben nu even 10 kaarten uit het basisspel gepakt. En met 10 kaarten bedoelen we 10 actiekaarten die je kan kopen. Dat zijn namelijk deze 10 kaarten die hier liggen. In elk spel heb je geldkaarten die je kan kopen en de overwinningskaarten die je kan kopen. Sommige spellen hebben ook nog vloekkaarten nodig. Die geef je over het algemeen aan een andere speler om hem te plagen. Ja, en kijk even naar de aantallen voor jouw spelersaantal. Dit is dus de starthand. Ik heb hier 7 munten en dat zijn munten van 1, dus 1 koper in dit geval. En ik heb hier 3 overwinningspunten. Dat is dus al leuk, die heb ik al, maar ik heb er dus geen fluitketel aan. Je kan zelfs nog proberen om te proberen kaarten te verwijderen uit je deck tijdens het spelen. Dat kan heel tactisch zijn, maar dat is waar je mee begint. Je schudt je stapel, dat doet iedereen. En je gaat dus proberen dit deck, jouw stapel kaarten, zo goed mogelijk op te bouwen. En vervolgens trek jij 5 kaarten. 1, 2, 3, 4, 5. Dat doet iedereen. Je legt je trekstapel neer, dit is je hand en dan gaat de startspeler spelen. En dat doe je dus om zijn beurt. Als de startspeler geweest is, is de volgende speler aan de beurt. Nou, wat kan je nou allemaal doen? Met die overwinningspunten kan je, dat heb ik al 100 keer gezegd, helemaal niks. Met je kopen kaarten daarentegen kan je kaarten kopen. En je hebt hier dus 10 kaarten liggen. Wij leggen ze altijd zo neer dat ze oplopend zijn in kosten. Dus hier ligt er 2, 2, 3, 4, 4, bla bla bla, tot en met 6. In dit geval liggen er kaarten met grote 6. Maar je hebt in al die uitbreidingen, alle andere kaarten van Dominion natuurlijk ook duurdere kaarten. Die kan je gaan kopen. En in principe heb je 1 aanschaf. In de basis kijk je dus naar wat ik heb. Nou, in dit geval echt een hele slechte hand. Deze overwinningskaarten die kan ik meteen afleggen, want hier heb ik dus helemaal niks aan. En ik heb nu 2 geld. Nou, daar kan ik dan een kaart mee kopen. In de basis mag ik dus 1 kaart kopen. Dat zou dan een kaart kunnen zijn die 2 kost. Dat kunnen 1 van deze 2 actiekaarten zijn. Of het kan geld zijn. In dit geval kan ik een koper kopen, want een zilver kost al 3 en een goud kost zelfs 6. Alleen aan een koper kopen, daar word ik gewoon niet heel blij van. Dat zou ik niet zo snel doen, want dat is slecht geld. Dat is slechts 1 waard. Misschien is het leuk om eens te kijken naar wat je nou kan met die kaarten die je kan kopen. Zeker, die heb ik hiernaast bij me neergelegd.
Je ziet hier namelijk een aantal van de actiekaarten die je kan kopen. En je mag dus in je beurt standaard 1 actiekaart kopen, al zijn er natuurlijk wel kaarten die dat aantal kunnen verhogen. Nou, wat zie je nou voor termen op de kaarten staan? Je ziet bijvoorbeeld bij het dorp iets heel interessants staan, namelijk plus een kaart en plus 2 acties. Omdat je actiekaarten gaat kopen, zul je snappen dat in de toekomst je steeds meer van deze actiekaarten in je deck, in je stapel kaarten gaat krijgen. En de regel is dat je standaard 1 actiekaart mag spelen tijdens je beurt. Maar als je dus het dorp speelt, dan mag je 1 extra kaart trekken. Heb je dus een extra kaart in je hand. En je mag nog 2 extra actiekaarten spelen als je die in je hand hebt. Dus dat zorgt ervoor dat je langzaam een motortje opbouwt en steeds meer kaarten in je beurt kan spelen. Dan heb je ook nog wat aanvalskaarten. Hier staat bijvoorbeeld plus 2 munten. Dat zorgt er gewoon voor dat je extra geld hebt om kaarten te kopen. En hier staat bijvoorbeeld ieder ander speler legt naar keuze kaarten af totdat hij er 3 op handen heeft. Nou, dat zorgt er dus voor dat de andere speler minder kaarten in zijn of haar hand heeft en dus een minder goede beurt heeft. Maar natuurlijk kun je ook verdedigen tegen die aanvalkaarten. Je hebt hier bijvoorbeeld de slotgracht. Die zorgt ervoor dat je 2 kaarten mag trekken, dus dat je meer kaarten in je hand hebt. En er staat onder, als een andere speler een aanvalskaart speelt, mag je de slotgracht tonen. In dat geval heeft de aanval op jou geen effect. Dus tegen aanvallen kun je, tenminste als die kaarten in het spel zitten, je ook verdedigen met verdedigingskaarten. Dan heb je ook nog een overwinningskaart. Je hebt heel veel standaard overwinningskaarten. En sommige overwinningskaarten kun je net als actiekaarten kopen. En die hebben weer een speciale eigenschap. Zoals de tuinen, die levert meer overwinningspunten op als je meer kaarten in je hand hebt, in het spel hebt, moet ik zeggen. Als laatste heb je nog de markt. Die heeft eigenlijk alle termen ongeveer die erin zitten. Als je deze speelt, mag je een extra kaart trekken. Mag je een extra actie uitvoeren? Mag je een extra aanschaf doen? Dus dan mag je niet 1, maar dan mag je zelfs 2 kaarten kopen tijdens je beurt. En deze zorgt voor een extra munt, want extra munten zorgen voor meer geld. Oké, hoe ziet zo'n beurt er nou uit? Je hebt dus 5 kaarten in je handen en je gaat kijken wat je daarmee kan doen. Je hebt kaarten met overwinningspunten, daar kan je helemaal niks mee. Je hebt actiekaarten, je hebt er misschien 1 in je handen, misschien wel meer. Je hebt geldkaarten en je hebt nog wat specifieke kaarten waar we later op terug zullen komen. Als je aan de beurt bent, heb je 5 kaarten in je hand en vervolgens ga je als eerste kijken, is er een actiekaart die ik wil spelen? Je mag namelijk 1 actiekaart spelen. Nou, die speel je. Je voert uit de tekst die op de kaart staat. Dus dat staat gewoon letterlijk op wat je moet doen. Je krijgt extra kaarten, je krijgt extra geld, you name it. Vervolgens heb je 1 aanschaf. Dus na die actie heb je 1 aanschaf. En ga je met al je geld dat je in je handen hebt en of dat je extra krijgt door de actiekaarten die je eventueel gespeeld hebt, ga je een kaart kopen. En dat kan zijn een nieuwe actiekaart, dus dat zijn vooral de kaarten die hier liggen. Dat kan zijn een nieuwe geldkaart, extra geld om meer geld uit te kunnen geven. Of dat kan zijn een overwinningskaart. En overwinningskaarten die zorgen dus voor punten aan het einde van het spel, maar daar heb je verder geen fluit aan. Dat is wat je kan kopen. Nou, dat is in principe de basis. Alle kaarten die je hebt gespeeld en die je eventueel over hebt. Stel je voor je hebt actiekaarten over die je nog niet hebt kunnen spelen, omdat je maar 1 actie uit mag voeren. Dan heb je pech. Je legt al je kaarten op je aftrekstapel en je trekt 5 nieuwe kaarten van je trekstapel. Nou, in eerste instantie heb je 10 kaarten, dus ben je 2 keer aan de beurt en dan ligt alles op je aflegstapel. Dan schud je en hier zitten dus inmiddels ook nieuwe kaarten bij die je hebt gekocht met extra geld, betere acties. Ik schud mijn stapel weer, pak 5 nieuwe kaarten en dan is de volgende speler aan de beurt. Ja. Maar wat kan je nou allemaal doen met die actiekaarten? We hebben hier dus even 10 actiekaarten neergelegd. Misschien goed om ze even te bespreken. Nou ja, inderdaad. Je hebt hier, ik heb er al een aantal benoemd. De slotgracht kennen jullie, ja. Die zorgt voor verdediging. De kapel zorgt er bijvoorbeeld voor dat je kaarten mag vernietigen. Je mag namelijk 4 of minder kaarten uit je hand vernietigen. En dat betekent gewoon letterlijk uit het spel halen. Ja. Dus die heb je op dat moment in je hand en die leg je af, zodat je ze niet meer kan gebruiken tijdens het spel. Begrijp dus goed het verschil tussen afleggen en vernietigen. Afleggen is echt op je aflegstapel, dus die komen weer terug in je deck. Vernietigen is echt uit het spel, dus die komen niet terug. Ja, dan heb je in het dorp, heb ik ook al genoemd, zorgt voor extra kaarten en acties. Tuinen zorgt voor overwinningspunten. Op de troonzaal staat, kies een actiekaart uit je hand en speel die 2 maal. Lekker! Nou, als je bijvoorbeeld het dorp in je hand hebt, kun je die 2 keer spelen. Dan zou je dus 2 kaarten mogen pakken en 4 acties extra mogen uitvoeren. Heel erg sterk.
De smidse zorgt voor extra kaarten. Je mag 3 kaarten trekken. Militie had ik al genoemd. Die zorgt voor geld en dat je andere spelers kaarten af kunt troggelen. Dan heb je de bibliotheek. Daar staat, vul je hand aan tot 7 kaarten. Getrokken actiekaarten mag je houden of apart bewaren en vervangen door nieuwe kaarten. Als je hand is aangevuld, leg je de apart bewaarde actiekaarten af. Terwijl dan krijg je meer mogelijkheden. Je mag meer kaarten trekken. En dat zorgt ervoor dat je uit meer dingen kan kiezen op het moment dat je aan de beurt bent. De heks die zorgt dat je kaarten mag pakken en dat ieder ander speler een vloekkaart pakt. En vloekkaarten zijn irritant, want ze doen niks. Maar ze zorgen ook nog voor minpunten aan het einde van het spel. Die moet je proberen te verwijderen met de kapel. Inderdaad. En als laatste de avonturier. Draai achtereen volgens de bovenste kaarten van je trekstapel om, totdat je in totaal 2 kaarten hebt. En neem ze op handen. Leg de overige omgedraaide kaarten op je aflegstapel. Dat zorgt ja, dus 2 gewoon geldkaarten. Voor, ja, dat zorgt dus voor dat je meer geldkaarten in je hand hebt. En als het goed is, meer geld hebt om uiteindelijk dingen te kopen. Maar waar gaat dit nou allemaal naartoe? Ik bedoel, als er geen einde is, dan zaten we nog steeds in ons eerste potje Dominion. Het eindigt op het moment dat of 3 stapels leeg zijn, maakt niet uit waar vandaan, of dat de stapel met provinciekaarten op is. En dat is meestal het einde. Ja, bij ons in ieder geval wel. Ja. Als die stapel op is, dan wordt gewoon de beurt afgemaakt en dan ga je punten tellen. En je kijk telt even eigenlijk in het boekje hoeveel provinciekaarten er liggen voor het aantal spelers dat je, waar je mee speelt. Inderdaad. En dan ga je al je kaarten tellen, namelijk alle kaarten in je deck. En je telt dan voornamelijk de overwinningspuntkaarten, dus gewoon de punten die erop staan. Eventuele minpunten voor de vloeken. En sommige kaarten kunnen nog voor extra overwinningspunten scoren. Bij de tuinen staat bijvoorbeeld, elke 10 kaarten in je stapel zijn aan het einde van het spel 1 punt waard. Dus dan moet je nog alle kaarten in je stapel tellen. En dan krijg je voor elke 10 kaarten nog een punt. Ja, maar je ziet ook al meteen aan de kaarten dat je kan kijken naar de kleuren. Alle kaarten met een groenige achtergrondkleur, dat zijn kaarten met overwinningspunten. Alle blauwe kleuren hebben een actie-reactie. Dus dat is meestal iets van een verdediging of zoiets. En verder staat hieronder ook bijvoorbeeld, dit is een actiekaart. Hier heb je een actie-aanvalkaart. Dit is ook een actie-aanvalkaart. En dit is slechts de basis. Ja. In alle uitbreidingen van Dominion zitten nog heel veel andere kaarten en krijg je nog super. Ja, elke uitbreiding biedt iets anders. En daar komen we later in de serie nog op terug, want het biedt heel veel. Maar dat is ook zo ontzettend leuk. Je hebt uitbreidingen die bieden meer interactie. Je hebt uitbreidingen die bieden meer geld. Daarvoor krijg je echt hele dure kaarten, maar ook heel veel meer extra geld. Dus zo kan je eigenlijk uitbreidingen kiezen die jij leuk vindt en waar jij het spel mee uit wil breiden. Inderdaad. Zullen we eens even laten zien hoe het in zijn werk gaat? Dat gaan we eens even laten zien. Nou, even goed geschud. Ja. 2 en 3 erbij is 5. Dit is mijn trekstapel en dit is mijn hand. Nou, jij top. Mag beginnen. Dankjewel. Ik heb best goed getrokken. Ja, begin is altijd snel, want je telt gewoon hoeveel geld je hebt, want voor de rest heb je dus die overwinningspunt waar je niks aan hebt. Ik heb 5 muntkaarten, dus ik kan in principe alleen gewoon een kaart kopen. Ik mag 1 aanschaf doen van maximaal 5 munten. En twijfel ik even tussen welke ik ga kiezen, want dit zijn namelijk de kaarten die 5 munten kosten, zoals je onderaan kunt zien. Ja, maar je kan ook iets kopen wat minder waard is. Ja, nou, dat ga ik denk ik doen. Ik ga de militie kopen. Oh. Die zorgt voor extra geld en die zorgt ervoor dat jij kaarten af moet leggen. Ja, ik fijn. Leg de gekochte kaart op mijn aflegstapel en ik trek weer 5 kaarten. Nou, dit is mijn hand. Ik heb ook 4 geld. Ik begin altijd met geld. Okay. Want je moet niet te snel actiekaarten kopen. Je moet eerst zorgen dat je een beetje veel geld hebt. Nou, deze heb ik dus gekocht. Die leg ik op mijn aflegstapel. Deze heb ik uitgegeven. Hier heb ik niks aan. Dus dat was mijn beurt. Ik heb 2 munten. Die overwinningspuntkaarten, die kunnen wat mij betreft de pot op. 2 munten, daarmee koop ik een slotgracht, zorgt voor extra kaarten in mijn hand. En een verdediging mocht die gemene Marieke me uiteindelijk gaan aanvallen. Ja, die verdediging is fijn, maar ook vooral extra kaarten. En wat ook onmisbaar is, is het dorp. Het dorp zorgt er namelijk voor dat je meer acties uit mag voeren, dat je beurt langer wordt. Daar moet je er. Je moet er ook weer niet te veel hebben, want anders heb je er ook niks aan. Dat is dit. Alles gaat om de juiste verhoudingen tussen kaarten. Nou, nu wordt het voor het eerst leuk, want nu hebben we meer in ons handen dan alleen maar geld en punten. Inderdaad. Even goed schudden. Ik heb hier de militie en die zorgt er namelijk voor dat ik 2 extra munten heb. Super fijn. Maar ook dat ieder ander speler naar keuze kaarten aflegt tot hij er nog maar 3 in zijn of haar hand heeft. Nou, het voordeel is dat deze munten tijdelijk zijn. Hè? Die zijn alleen geldig in deze beurt, want daarna legt hij deze kaart weer af. Ja. Nadeel is dat ik. Tot hoever moet ik afleggen? Tot 3 moet je afleggen. Dus je moet 2 kaarten afleggen. Oh, ik heb 2 overwinningspunten. Oh. Dat is niet zo erg. Dat wordt pas later in het spel echt irritant. Dan koop ik een goud, want ik had 4 munten. Plus deze 2 munten is 6 munten. En goud is gewoon 3 geld waard. Oké, nou, ik heb hier het dorp. Ik zal mijn aflegstapel even hieronder leggen. Dan kunnen jullie nog enigszins zien wat ik doe.
Ik heb het dorp. Dat betekent dat ik 1 extra kaart mag pakken. Super fijn. Ik heb nu namelijk dit in mijn handen. En ik mag 2 acties uitvoeren. Nou, ik heb geen actiekaarten meer, want ik zit nog helemaal in de opbouw van mijn deck. Maar ik heb wel 3 munten en natuurlijk standaard 1 aanschaf. Ik ga daar toch weer een zilver voor kopen, want ik hoef nu nog niet een extra dorp. Ik vind toch minder kopen voor wat je uitgeeft altijd een klein beetje moeilijk. Oké. Dit gaat allemaal op mijn aflegstapel en ik pak weer 5 kaarten. Ik heb hier de slotdracht gespeeld. Die verdedigt mij, maar dat is in dit geval niet nodig. Maar die zorgt er ook voor dat ik 2 kaarten mag pakken. En dat zorgt er weer voor dat ik hier 3 munten heb. En Marieke had het inderdaad over het dorp. Dat is een heel belangrijke kaart in het spel. Dus die koop ik. Ik verplaats het allemaal naar mijn aflegstapel. En ik moet weer schudden, omdat ik geen trekstapel heb. Ik heb weer een hele saaie hand. Ik heb slechts 4 geld. Ik ga voor militie, want ja, als jij mij aan gaat vallen, dan ga ik ook aanvallen. Ja. Verder heb ik dus een landgoedkaart waar ik niks aan heb. Dus ik leg alles af. Nu heb ik nog 1 kaart. Dat betekent dat ik weer moet gaan schudden. Je leert wel goed schudden van dit spel. Je leert goed, hè? Schudden, inderdaad. Ja, ik bedoel, aan het begin van mijn bordspelcarrière kon ik niet heel goed schudden. Maar, nee, je kon echt niet schudden. Langzaam leer je het wel, zeker met Dominion. Ik zeg niet dat ik goed kan schudden, maar... Ik speel het dorp. Die zorgt ervoor dat ik een kaart mag trekken en dat ik nog 2 acties uit mag voeren. Nou, zoals jullie zien heb ik geen actiekaart in mijn hand, dus daar heb ik nu niet zoveel aan. Maar goed, ik heb wel 4 munten en daarmee ga ik de smidsen kopen, want de smidsen zorgt ervoor dat ik lekker veel kaarten kan trekken. Ja, maar weet je wat nou ook het nadeel is? Stel je voor, je hebt zo meteen de smidsen. Die is heel fijn, namelijk 3 extra kaarten, maar hij geeft geen extra actie. Nee. Dus dan is de kans heel groot dat je extra kaarten trekt waar je niks mee kan. Want je hebt je actie al gehad. Dus dat is ook weer een leuke overweging. Het is perfect als je hem trekt in combinatie met het dorp bijvoorbeeld. Of met een andere kaart die zorgt voor meer acties. Ik heb het dorp, dat betekent dat ik 1 kaart mag trekken. Kijk, en dat ik 2 acties heb, maar ik heb geen actiekaarten meer in mijn handen. Dat komt dan nog. Ik heb hier 2, 3, 4, 5, 6 geld. Dat betekent dat ik een goud ga kopen. Nou, dat had snap ik. Ook deze kunnen kopen. Die is ook chill. Ik heb een hele korte beurt. Ik heb 3, 4, 5 geld in mijn handen. Voor de rest heb ik niks. Daarmee kan ik net geen goud kopen. Dat vind ik jammer. Ja. Maar ik kan daarmee eventueel wel een heks kopen. En een heks zorgt voor extra kaart en een vloekkaart bij mevrouw Marieke. Oh, nee. Dus dat is wel een hele fijne kaart om te hebben. Je ziet trouwens dat wij heel snel spelen, omdat we dit spel echt in onze slaap nog kunnen spelen, omdat we het zoveel gespeeld hebben. Ik neem aan dat jullie wat meer tijd nemen voor het uitvoeren van je acties. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar we willen deze playthrough ook niet oneindig laten duren. Nee, precies. Ik heb hier een militiekaart. Dat betekent dat ik nu voor deze actie 2 extra geld krijg. En dat jij lekker af moet leggen tot 3. Ah, dat is heel vervelend. Nou, aan deze landgoedkaarten heb ik helemaal niks. Dus die leg ik vast af. Ik heb hier 3 geld. Maar ik heb ook dus 2 geld. Dat betekent 5. Ja, ik ga ook voor die heks. Als jij mij aan gaat vallen, dan wil ik dat ook doen. Oké. Okay. Tot zover mijn strategie om eerst geld uit te breiden. Soms kom je er niet toe, omdat je dan denkt, ja, maar nee, maar ik moet ook pesten en ik moet ook dit en ik moet ook dat. Dus dat is heel belangrijk om je deck goed op orde te houden. Niet te veel kaarten die op een gegeven moment in de weg gaan zitten. Daarom is het ook heel fijn om af en toe kaarten te verwijderen uit het spel. Ik heb slechts 3 kaarten in mijn hand. Ik speel de militie. Ieder andere speler legt naar keuze kaarten af tot zij of hij er nog maar 3 op zijn of haar handen heeft. Nu al een irritante kaart. Ik heb 4 munten met die 2 erbij. Dus dat zorgt ervoor dat ik denk ik toch nog een dorp koop. Ondanks dat hij maar 3 munten is. Nou, ik heb weer een hele suffe beurt, want ik heb maar 2. Ik ga dan de kapel kopen, want dan kan ik zometeen kaarten vernietigen. En ik zei net, dat is heel fijn voor kaarten die je niet meer nodig hebt. Kaarten vernietigen is fijn voor 3 dingen. Voor vloekkaarten, want die wil je natuurlijk helemaal niet, want het zijn minpunten. Voor actiekaarten die op een gegeven moment eigenlijk niet krachtig genoeg meer zijn en die een beetje in de weg beginnen te zitten. En voor koper, want koper die wil je eigenlijk ook niet. Je wil eigenlijk een hele hand vol goud. Dus als je een beetje veel geld gekocht hebt en je hebt wat betere geldkaarten, dan is het ook fijn om die slechte geldkaarten eruit te gooien. Nou, precies. Ik heb 5 munten hier. Ik ga ze niet allemaal uitgeven, want ik ga namelijk een troonzaal kopen. Die zorgt ervoor dat ik een actiekaart uit mijn hand 2 maal mag spelen. Dat is wat fijner als het wat verderop in het spel is, want nu is er nog niet zoveel om 2 keer te spelen. Tenminste, ja, nu begint dat. Ik heb weer het dorp. Die leg ik neer. 1 kaart, 2 acties. Ik hoop dat ik nog een actie... Ja, kijk. Nu is het fijn. Nog een actie mag ik spelen, want ik had plus 2 acties. Ik speel de militie. Dan moet jij afleggen tot 3 kaarten. En ik krijg 2 extra geld. Nu heb ik echt heel veel geld. Ik heb namelijk deze 2. 3, 4, 5, 6, 9. Ho, dan kun je de duurste kaart in het spel kopen. Ja. Namelijk de provincie. Maar die zit me dan al wel in de weg. 6 punten waard. Het is wat vroeg, maar ik ga er toch voor. Ik heb het dorp. Die is bekend. Die geeft mij 1 kaart en 2 acties.
Dan heb ik de heks. Dan mag ik nog 2 kaarten trekken. En jij moet een vloekkaart pakken. Oh nee, daar begint het al. Ja, ik moet even schudden, okay. Want mijn trekstapel was leeg. Ben je nog in je beurt? Ik ben nog in mijn beurt, ja. Oh. Ik moet nog 2 kaarten pakken. Die leg ik hier neer. Dan heb ik dit op handen. Ik heb nog een actie over dankzij het dorp. Dus ik zou de troon zou kunnen spelen. Maar daarvoor moet ik een actiekaart uit mijn hand kiezen om 2 maal te spelen. Dus eigenlijk heb ik daar niet zoveel aan. Nee. Ik heb slechts 2 munten, ondanks dat ik behoorlijk wat actiekaarten gespeeld heb. Dus dan denk ik dat ik ook een kapel ga kopen om langzamerhand een beetje op te schonen. Wat jij kan, kan ik ook. Ik speel de heks. Ik mag 2 kaarten trekken. Ik moet ook even mijn trekstapel schudden, want die had ik ook niet meer. En jij moet een vloekkaart pakken. Ja, dat heb ik reeds gedaan. Goed zo. Tragisch. Ja. Ik zal vast kijken wat ik in mijn hand heb voor zometeen. Oh, kijk mensen. Dit gaat zo meteen voorbij plus komen. Plus 2 kaarten had ik dus. Maar ik heb dus nu geen extra actie meer. Dus ik heb wel extra kaarten gepakt. Maar als ik nu... Ik heb ze niet gepakt. Maar als ik nu een handvol actiekaarten had, dan had ik daar geen fluit aan. Ja. Goed. Ik heb nu de 2, 3, 4, 5, 6 geld. Nou, ik ga voor een goud nog. Dat zou ik zeker moet doen. Moet even goed opbouwen dat ik... Want als je te veel actiekaarten koopt, dan kan je geen kaarten meer bouwen op een gegeven moment. Je moet die verhouding tussen geld en actiekaarten goed op orde houden. Ik heb de smidse gespeeld. Daardoor mocht ik 3 kaarten trekken. Het nadeel is alleen dat er 2 actiekaarten in zitten, maar dat ik geen extra actie heb. Kijk wat ik in mijn handen heb. Dat is ook niet best. Nee, dat is niet best. Ik heb 3, 4, 5 munten. En ja, het is wat zonde, maar ik vind dat langzaam mijn geld totaal wat beter moet worden. Dus ik koop een zilver. Deze is spontaan op zijn kop gaan leggen. Ja, ik heb nu dus echt een handvol niks. Maar gelukkig wel 1 goud. Ga ik daar nou zilver voor kopen of ga ik er een kapel voor kopen? Dat is een beetje mijn vraag. Kijk, dat laat ik helemaal aan jou over. Ik ga toch een zilver kopen. Oké. Ja. Ik heb 5 kaarten getrokken. En ik ga eens kijken wat ik in mijn hand heb. Ik heb een militie, altijd fijn. Dat zorgt ervoor dat jij af moet leggen tot 3 handen. Ja, maar nu heb ik wel een goede hand. Want al mijn andere kaarten zaten... Oh. En ik heb in totaal 6 munten. En dat is voldoende voor een goud. Ja, maar dan is het helemaal op de aanval. Speel ik ook een militie? Oh, nee. Hoppakee. Dat betekent dat ik in ieder geval 4 geld heb. Oh, dat valt mee. Ik hoef maar 2 overwinningspunten af te leggen. 4 geld. 4 geld, 4 geld, 4 geld. Ik koop daarmee nog een dorp. Dan kan ik dit een beetje meer... Heb jij wel een kaart afgelegd? Ja, ik heb nu een smidse en dan mag ik 3 kaarten trekken. Dus wat dat betreft valt het mee. Het nadeel is alleen dat ik ook 2 actiekaarten trek die ik niet meer kan spelen. Ja. Ik heb nog wel 4 geld over. En daardoor vind ik de tuinen toch interessant worden. Ja, je begint veel kaarten te krijgen. Denk je, dan heb ik daar tenminste nog punten aan. Voor elke 10 kaarten krijg je dan een punt. Dus dat is denk ik wel uiteindelijk de moeite waard. Ja. Kan ik vast kijken wat ik heb. En zoals jullie zien wordt het zometeen een actiefestijn. Oh jee. Ja, zeker. Vier actiekaarten in mijn hand. Ik ben heel benieuwd wat ik in mijn handen heb. Hey, oh. Nou, dat kan het zou nog wat kunnen worden met het dorp. Plus een kaart. Ja? Nee. Dit was het. 5. Ga ik dan nog een heks kopen? Ja, wat heb je eraan? Nee, ik doe die troonzaal ook. Ja, die is dan iets goedkoop, maar die lijkt me wel chill. Ik speel het dorp. Mag ik een kaart pakken en nog 2 acties uitvoeren? Ik speel daarnaast de troonzaal als eerste actie. Kies een actiekaart uit je hand. Speel die 2 maal. Oh nee. Ik speel 2 maal de heks. Dan moet jij 2 vloeken pakken. Ik dacht, als het maar geen militie is, heeft hij die heks. Ja, en dan mag ik 4 kaarten trekken. Oh, dit gaat niet goed. Perfecte combinatie. Volgens mij heeft hij nog geen provincie. Nee. Maar die van mij is nu inmiddels ook wel weg met al die vloekkaarten. Dat helpt. Heft elkaar wel weer op. Heb ik nog 1 actie over, want deze 2 gingen op de kaart van de troonzaal. En met die laatste actie speel ik de kapel. Vernietig 4 of minder kaarten uit je hand. Ai, ja, dat is ik heb precies dezelfde moment. Situatie. Ik heb 2, 3, 4, 5, 6 munten. En als ik wat vernietig, heb ik niet voldoende om een goud te kopen. Ja. Dus ik hou hem toch in mijn hand. En met die 6 munten koop ik een goud. Oké. Ja, ik heb dus nu ook de kapel. Maar ik wil dit helemaal niet vernietigen. Je kan natuurlijk ook landgoed vernietigen. Is wel een punt. Maar ja, dan heb je die niet de hele tijd in je handen. Ja, ik ga het gewoon doen. Ik doe een koper en een landgoed. Deze vernietig ik. Ja. Ja, die liggen even buiten beeld.
mag 4 of minder kaarten vernietigen. Dan heb ik een aanschaf van 2, want ik heb nog 2 munten over. Ga je dat überhaupt wat mee doen? Ja, slotkracht. Okay. Ik heb nog geen verdedigingskaart namelijk. En ik word niet heel blij van al die vloeken van jou. Nee, dat snap ik, want ik heb hier een militie. Dus als je zo meteen 5 kaarten trekt... Nou, ik heb in ieder geval niet de slotkracht, want die heb ik nog lang niet. Mag je er weer 2 afleggen? Oh. Ik heb 5 munten, plus deze 2 hier is 7 munten. Dat is net niet voldoende voor een provincie. Hmm. Ik spiek even naar de avonturier en die is ook wel chill, maar ik ga toch voor een goud. Ja, ja, ja. Het dorp plus een kaart heb ik weer maar 5 munten. Hm. Ik merk dat het langzaam frustreert. Ik doe nog een actie. Ai, 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 ai. Ik speel het dorp. Mag ik een kaart trekken en 2 acties uitvoeren? Dan speel ik een slotgracht als actie 1, 2 kaarten trekken. En ik speel een smidse en die zorgt ervoor dat ik nog 3 kaarten mag trekken. Ik moet weer schudden, want mijn trekstapel is leeg. Mm-hmm. En daar mag ik vervolgens 3 kaarten van trekken. Dat zijn 3 stuks. Ik heb alleen geen acties meer over. Dus het wordt nu even spannend hoeveel munten ik uiteindelijk verzameld heb. Oh, zat! Ik heb 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dan ga ik weer... Het is geen 8, hè? Voor een goud. Het is geen 8, dus ik kan geen provincie kopen. Dat is wel frustrerend. Oké, het is jammer dat ik niet met ze kan overleggen. Want ik heb nu 2 kaarten in mijn hand. Maar ik kan er dus maar 1 actiekaart spelen. Of hij krijgt een vloekkaart. Aha. Of hij moet afleggen. Ja, dan vind ik die vloekkaart toch beter. Ik speel de heks. Heb ik plus 2 kaarten, dan moet ik eerst weer even schudden. Ja. En jij krijgt dus een vloekkaart. Dankjewel. Maar die vloekkaarten zijn al bijna op... En ik heb de meeste, dat weet ik wel. Dat is een heel goed teken. Ik moet echt, want die kapel is leuk dat je kaarten mag vernietigen uit je hand. Maar die moet je wel in je handen hebben op het moment dat je ook vloekkaarten in je handen hebt. Ja, dus anders heb je er niks aan. Moet je net een klein beetje geluk hebben. Bij deckbuilding zit er ook altijd een fractie geluk in. Je wil de juiste combinatie hebben. Ja, nee, want je zorgt er wel voor dat je zelf je deck aan het vervuilen bent op een gegeven moment. Oké, 2 kaarten trekken. Dat heb ik gedaan. Dan mag ik dus niet meer die militiekaart spelen. Helaas. Nou, die provincie kan ik ook niet spelen. Die vloek kan ik ook niks doen. Dus die leg ik vast even af. Heb ik in mijn handen 7 geld. Ja, dat is net niks. Nee. Ga ik ook voor een goud. Ja, het is bij mij heel kort. Want je kan wel denken, oh, dan koop ik al die hertogdommen. Maar dan zit je hele deck daar weer mee vol. Ik heb 6 munten. Deze actiekaart, de kapel, ga ik niet spelen omdat ik niks wil vernietigen. Met 6 munten koop ik een goud. Oké, ik heb nog niet echt veel, maar ik heb nu wel het dorp. Plus een kaart, plus 2 acties. Yes, de heks. Ai, ai, plus ai. 2 kaarten en jij krijgt de laatste vloek. Ai, dat is ai, dus ai. 1 van 3 stapels leeg. Kijk, dit is lekker. Dit is 1 extra actie. Meestal leg ik het een beetje neer als een soort stamboom. Dan kan je zien hoeveel acties je nog over hebt. Ik heb dus nog een extra actie voor de troonzaal. Kies een actiekaart uit je hand, speel die 2 maal. Kijk, die had ik eerst moeten lezen, want ik heb geen actiekaart. Maar goed, ik heb hem nu wel gespeeld. 2, 3, 4, 5. Wat ga je daarmee kopen? Ik doe een tuinen. Een tuin? Dan heb ik tenminste nog wat aan die stapelkaarten. Ik doe de troonzaal, kies een actiekaart uit je hand, speel deze 2 maal. Doe ik 2 maal de heks. De vloek is niet meer van toepassing, maar ik mag nog wel 4 kaarten trekken. En dat zorgt ervoor... Nee, want de vloeken heb ik allemaal in mijn handen. Dat ik 8 munten, het is een beetje lastig te zien, maar ik heb in totaal 8 munten. En daarmee koop ik mijn eerste provincie. Kijk wat ik heb. De kapel, vernietig 4 of meer kaarten uit je hand. Oh, lekker. Ik denk dat ik deze alle 3 verwijder. Ja, dat snap ik. 2 vloeken en een koper. Ja. Hoppakee. En die komen dus op de vernietigde stapel, dus niet weer terug in het spel. Dat is jammer. Deze kan ik niet meer spelen, want ik had al een actiekaart gespeeld, dus ik kan niks kopen. Maar ik ben toch heel veel minpunten kwijt, dus ik ben wel tevreden met mijn beurt. Ik zou er zeer tevreden mee zijn. Ja, ik ben daar zeker tevreden mee. Ik heb slechts 4 munten en daarmee koop ik een tuinen. Zo, ik ga even goed schudden. Heel goed. Dat kan je altijd last minute pas doen, want het had kunnen zijn dat jij mij iets had gegeven waardoor er meer op mijn aflegstapel kan en ik dan pas mag schudden. Ja, dat klopt. Want je denkt, bereid het even voor en schud vast even tijdens jouw beurt, maar dat mag eigenlijk niet. Nee. Zo, even kijken. Nou, hier aan dat landgoed heb ik helemaal niks. Dan heb ik hier het dorp. Een kaart plus 2 acties. Lekker. Nou, dat is niet heel spannend. Ik heb nu 6 geld. Ja, misschien doe ik gewoon die avonturier. Ja, dat snap ik. Dat doen we gewoon. Ik heb 7 geld. Ook dat is een klein beetje balen, mensen. Maar met dat 7 geld ga ik, denk ik, een goud kopen. Ja, okay. Ik heb nog steeds vertrouwen in dat ik uiteindelijk voldoende geld heb voor provincies. Kijk, dit is leuk. Het dorp plus een kaart plus 2 acties. Ja.
Dan heb ik weer een provincie, daar heb ik verder niks aan, dus die schrijf ik even erachter. Maar plus 2 acties en militie, plus 2 geld en jij mag kaarten afleggen tot 3. Ai. Heb ik nu 7 geld? Nee, waarom elke keer 7? Ik ga van zijn hertogdom kopen, dat zou net het verschil kunnen maken. Ik heb 3 kaarten in mijn hand. Ik speel het dorp. Dan mag ik een kaart trekken. Heb ik nog 2 acties, speel ik een heks. Die zorgt ervoor dat ik 2 extra kaarten krijg. Dan heb ik in totaal 6 geld. Ik kan die kapel spelen, maar dat wil ik niet. Dan koop ik nog een goud. Oh, nu heb ik iets in mijn handen. Kijk, nu heb ik natuurlijk niet zoveel meer aan die heksen. En ik heb er nu 2 in mijn handen. Die zorgt voor extra kaarten, dat is leuk. Maar het is vooral leuk dat jij een vloekkaart krijgt. En dat snap gaat ik niet meer. Dus ik denk dat ik... Ik weet het niet. Ik zie het. Ik speel deze. Ja. En dan hoop ik dat ik nu... Nee, dat gaat ook niet. Nee, je hoopt dit gewoon is dat je gewoon geld trekt. Ja, ik... Ja, nee. Ja, nee. Nee, allemaal actiekaarten waar ik niks mee kan. Oh, nee. 3 geld. Ik koop een zilver. Ik heb hier... Hoog tijd om kaarten te verwijderen uit mijn deck. Dorp. Dat zorgt ervoor dat ik een kaart mag trekken en nog 2 acties mag uitvoeren. Ik speel de smidsen. Dat zorgt ervoor dat ik 3 kaarten mag trekken. En daarna speel ik de slotvracht. Dat zorgt ervoor dat ik 2 kaarten mag trekken. Oh, dan heb ik dit 1, moet wel wat worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 munten. Ja, voldoende ja, voor een ja, provincie. Ja, ja, en daar liggen er nu nog slechts 3. Dit ga ik niet redden, jongens. 6 munten, dan ga ik dus voor een hertogdom. Snap ik. Want ik durf het niet aan. Nee, en ik heb ondertussen... Ik denk dat jij binnen staat. Ja, ik ook. Ik sta en er wel zitten wat veel voor kaarten tussen die ik niet meer wil. Nee, maar ja, dan moet je ze dus zien te verwijderen. Ja, maar ik vraag me af of dat te laat is. Zo, ik ga het wel proberen. Hij schudt even niet zo lekker. Nee, de stapel wordt langzaam te groot bijna. Ik heb 5 munten en ik zou met de troonzaal iets 2 keer kunnen spelen. Het schiet niet zoveel op, dus ik koop een overwinningskaart van 3 munten. Welke? Had je een hertogdom? Ja, een hertogdom. 5 munten dan. 3 punten bedoel ik. Ja, 3 punten. Sorry. Ja, dit is dus het nadeel van zo vroeg beginnen aan hertogdommen. Dan heb je dus dit in je handen. Ja, ik heb 3 hetzelfde munten probleem. Ik heb ook maar 3 munten. Het wordt nu echt een spannende strijd. Ga ik nou landgoed kopen? Nee, ik ga het dorp kopen. Ja, ik doe hetzelfde. Ik koop ook voor 3 munten koop ik een dorp. Oh, jongens, dus jongens. Ik weet niet wie uiteindelijk deze strijd gaat winnen. Oh, want het is... wat heb ik nou? Heb ik er een dorp bij zitten? Nee! Ik heb wel iets interessants. Wat fijn. Wat ga je doen? Denk ik deze. Dit wordt een interessante beurt. Ja? Kies een actiekaart uit je hand. Ik kies de avonturier. Okay. Die moet ik 2 keer spelen. Heel dus chill. Ik speel hem eerst 1 keer. Draai achtereenvolgens de bovenste kaart van je trekstapel om totdat je 2 geldkaarten hebt. Je hoeft niet eens verder te spelen. Neem op handen. En dan mag ik dat... Ja, maar ik moet het nog een keer je doen. Je moet het nog een keer ja, doen, inderdaad. Dus dat is in dit geval eigenlijk helemaal niet handig, maar oké. Nee. Ja. Ja, die is wel heel chill. Nee. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, maar ik heb niet extra aanschaf gespeeld. Dus nu heb ik mijn handen vol geld. En dat gaat allemaal op de aflegstapel. Dat is ook zonde. Maar ja, dat wist ik natuurlijk niet. Vertel het altijd, koper gedrokken. Wat ben je zielig? 2, 4, 10, 12. Ja, nu ligt al mijn geld op mijn aflegstapel. Ik speel de militie. Dat zorgt ervoor dat je af moet leggen tot je 3 kaarten op je klauwtjes hebt. Die 2 extra munten en deze 6 munten zorgen ervoor dat ik weer een provincie kan kopen. Nog eentje en het spel eindigt. Dit ben ik niet zo heel blij mee. Oké, het dorp plus een kaart plus 2 acties. Kijk, dit wordt weer interessant. Ik ga weer even een telefoonboompje creëren. Dan doe ik de heks. Als 1 van die 2 extra acties is 2 extra kaarten. Lekker. Moet als een gek door mijn dek heen, want allemaal geld zit er ongeveer in mijn aflegstapel. Dan doe ik hier nog een keer het dorp. Zo. Plus een kaart plus 2 extra acties. Dan heb ik dus nu weer opnieuw 2 extra acties. Doe ik een militie, plus 2 geld en jij moet afleggen tot 3. Dat is goed. En ik doe een slotgracht, dat is plus 2 kaarten. Nou, wat heeft dit allemaal opgeleverd? Helemaal niks. 3 5. Oh, 5. Nee, ik had plus 2. Hertogdom. Nou, hertogdom. Mensen, ik eindig het spel, want voor 8 munten koop ik de laatste provincie. Oké, dan is het tijd voor je eigen deck. Ik schuif dit even aan de kant, zodat jullie goed kunnen zien wat wij allemaal hebben. Ja, oké. Okay. Je kan nu dus eigenlijk sorteren, want aan deze... Nee, dat is niet helemaal waar, want er zit een tuin ertussen. Ja. Dus je moet even goed je... Soms kan je dat allemaal afleggen, maar alles wat geen punt is, leg ik even hier neer. Slim. Maar daar heb ik dus wel wat aan. En alles wat groen is... Ik zal de minpunten ook nog even apart leggen.
leg ik daar neer. Oh jongens, dit is met een stapel kaarten. Ja, dit wordt een hele interessante telling. Kijk eens even wat er allemaal in zit. Oh. Oh, en ook allemaal... Heb ik nog maar één vloek? Ik heb nog maar één vloek. Oh, dat heb je heel netjes gedaan. Ja. Oké, nou... Jij mag beginnen. Kijk, ik heb hier 3 vloekkaarten, dus daarmee speel ik eigenlijk deze weg. Ja, maar nee, want je hebt ook de tuinen voor het aantal kaarten, dus je moet hem niet letterlijk wegleggen. Ik bewaar ze wel. Ja, dan heb ik hier 6, 12, 18, 24, 25, 26, 27 punten. Ja. Maar ik heb 2 tuinen. Dus ik ga nu mijn... En de tuinen is dus dat je voor elke 10 kaarten aan het einde die je in je dek hebt, 1 punt krijgt. Naar beneden afgerond. Dus nu is het spannend. Hoeveel kaarten heeft hij? En dat tellen die vloekkaarten dus ook mee. Wat is het? Wat 35, is het? 36, 37, 38. Dus deze zijn in totaal 6 ja, punten waard. Ja, want je had er 2. Ja. 6 punten waard. Dus dat is 33. 33. 33 okay. Onthoud het. Ja. Normaal zou ik het meteen opschrijven, zodat ik het niet vergeet. Maar goed, doe maar. Oké. Ik heb voor de basispunten, deze 2 die ik tegen elkaar afstreep, maar die hou ik dus wel nog even apart. 3, 6, 7, 13, 19, 22 en dan nu 1 per kaartje. Je gaat het wel winnen. Oké, 22. Nu onthoud jij 22? Ik onthoud 22, ja. Kijk, en dat doet Marieke ondertussen in het hoofd. Kan ik vast vertellen dat we zometeen natuurlijk uiteindelijk verder gaan met onze Dominion-serie. Dat we alle uitbreidingen voorbij gaan en dat we op die manier gaan kijken ook wat 31. De leukste uitbreiding is. Dus dat is 25 voor mij. Is 25 voor jou. Wat had jij? Ik had 33 en dat zorgde ervoor... Oh, dat is wel dikke inmaak. Dat ik de eerste pot Dominion gewonnen heb. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Maar goed, laten we ook nog even laten zien wat er extra zit. Want we hebben dus nu 10 kaarten die we hebben neergelegd. Maar je kan ook met alleen het paasspel heel veel variëren. Want kijk, dit is alles wat we nog niet gebruikt hebben. En dat zijn dus allerlei speciale kaarten met weer eigen acties en mogelijkheden waarmee je lekker kan variëren. Ja, je hebt bijvoorbeeld de raadzaal plus 4 kaarten plus een aanschaf. Iedere andere speler trekt 1 kaart. Je hebt bijvoorbeeld de dief. Iedere andere speler toont de bovenste 2 kaarten van zijn trekstapel. Als een speler geldkaarten toont, moet hij er 1 naar jouw keuze vernietigen. Vernietigen dus ook echt, hè? Je mag 1 of meer van deze vernietigde kaarten pakken en afleggen. Dus dan komt hij op jouw aflegstapel. De andere spelers leggen andere getoonde kaarten op hun aflegstapel. Ja, dus nou je kan daarmee lekker elkaar irriteren. Nou, er zit heel veel variatie in. We gaan dus nog terugkomen uiteindelijk op de 10-plus uitbreidingen die Dominion rijk is. Ik weet niet eens hoeveel er zijn momenteel, maar het zijn er heel veel. Dus blijf zeker hangen voor deze serie. We gaan hier zeker nog op terugkomen. Lieve mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Lieve groetjes! We'll